Deze beschouwing. die heeft als titel. Milieu en politiek. En daar gaat hij ook over. Grapje. <laughs> nee, ik heb er van de week een gemaakt. over D66. die met een. absoluut idioot idee komt. om de. veestapel in Nederland te halveren. En dan ook nog met een dreigement. Namelijk dat als we dat niet gaan doen. dan worden er geen woningen bij gebouwd. Ja, ja. Elke maand komen er mensen naar Nederland toe. van buiten. En wij moeten de veestapel gaan hanteren. anders mogen wij geen woningen bouwen. om die mensen te huisvesten. En die mensen krijgen we zonder meer. Ja, voordat ik hier verder op inga, ik ga er een uurtje voor uittrekken hoor. Ik ga ook wat historische dingen erbij pakken, dus je zal er ook wat van leren. Ga er maar lekker bij zitten, ik heb er een kopje thee bij. Als ik jou was, zou ik dat ook maar even doen. En voordat ik dan van wal steek, maak ik even kort reclame voor mijn YouTube kanaal. Want reclame maken, dat helpt toch, heb ik gemerkt. Ik heb nu uh, meer dan 60 abonnees. En ik had er dus 60. En toen begon ik met reclame maken. En ik zal nu even kijken naar de actuele stand. En die staat op 63. Dus drie abonnees erbij gekregen. En er wordt ongeveer 15.000 minuten per maand ongeveer naar mij gekeken. Oh, dat is toch heel fatsoenlijk. Maar het mag meer, dus, uh, want op zich 63 abonnees is niet heel veel. En als je zelf al abonnee bent, dan kan je misschien iemand anders uh, daar van dit kanaal op de hoogte brengen, als je iemand kent. En dat doe je dan middels Facebook of Twitter. Dat heet delen of sharen. Dat zou ik leuk vinden. En wat ik zonder meer leuk vind is als je een like doet. Ik weet niet of dat helpt in het verkrijgen van abonnees. Maar het is voor mij wel leuk. En volgens mij ook in de YouTube zoekzaken. Volgens mij geeft YouTube. De kanalen die veel likes hebben. die komen toch wat hoger. Dus. Ja. ja, wat tipjes. En een reactie vind ik zonder meer heel erg leuk. Vooral als er een vraag in zit. En dan heb ik weer wat uh, om antwoord te geven. Dat vind ik tof. Er zijn ook mensen. en die doen alleen maar disliken. Daar hoor je dan niks van. Er zat alleen maar dislike. Die vinden het dan kennelijk geen biet aan. Dan denk ik, ja, kijk dan niet. Tot het is toch niet verplicht? Wat is dat nou? En als je dan het niet leuk vindt, ja, zeg dan waarom. Ja, toch? Dat is wel het minste wat ik mag verwachten. Alleen maar disliken zonder reden. Ja, wat moet ik ermee? Ja. Ik zou het niet weten. Oké, okay, dit was het reclameblok. Maar <laughs> milieu en politiek, wat vind je er zelf van? Mij komt het nu helemaal de strot uit. D66 de afgelopen week. Met dat verband met de stikstofoxide. Moet de veestapel met de helft gehalveerd worden. Nou, terwijl D66 ook al de hemwegcentrale in Amsterdam wilde sluiten. Dan denk ik, nou is het genoeg geweest. Wij moeten als volk gaan beseffen dat die mensen in Den Haag... die kosten ons punt 1 heel erg veel geld. En zij hebben de oorlog verklaard aan ons. Ze beschouwen ons als hun grote vijand. Onze economie moet helemaal kapot. Die massale immigratie die wij te verstaan krijgen, dat trekt al een enorme wissel op onze economie. Want die mensen die hier naar binnen komen, die zijn er niet allemaal breinsiurg en kansenparels. Helemaal niet. Ja, maar kijken naar de gemiddelde buitenlander die hier aan de ronde loopt. Gemiddelde, hè? Ik, ik fietste vanmorgen, naar mijn, uh, vanmorgen van de week naar mijn werk is morgens half zeven. Er waren er drie buitenlandse mannen en die waren aan het wachten op een vervoer of zo. En eentje zat op een bankje en ik fietste er langs. En die man die op dat bankje zat, die keek me toch vuil aan, jongen. Zo met een blik van wat moet jij hier? Terwijl ik denk: ja, ik, ik ben Nederlander, ik woon hier. En mensen aanstaren dat is onbeleefd. In elke cultuur. In elke menselijke cultuur is het onbeleefd om mensen aan te staren. Punt. Dan moet jij maar eens flikken. Dan moet je naar Boedroem gaan in Turkije. Dan moet je daar maar eens op een bankje gaan zitten. En moet je Turken aan gaan staren. Nou, voordat je het weet staan ze bij je bankje. En dan beginnen ze in het Turks tegen jou van. Tegen jou van wat jij mij aanstaart. Maar dan op het Turks, hè? Ik wat van jou aan heb. Nou, die mensen doen het hier gewoon. Geen enkel begrip van de politiek voor die situatie. We worden er helemaal niet in gesteund, geholpen, helemaal niks. En we krijgen niet alleen Turken, nee man. Allerlei culturen komen hier naar binnen. Maar goed, dat is de immigratie, daar had ik het niet over. Maar wel totdat dat een wissel trekt op onze economie. En als dan ook nog D66 de Hemwegcentrale wil gaan sluiten. Ja, waar moet Amsterdam dan zijn stroom vandaan halen? Van zonne-energie? Maar dat kan helemaal niet. Onze politici die zijn of ja, zwaar gestoord. Of ze zijn kwaadaardig. In beide gevallen dienen ze niet langer hun functie uit te oefenen. Het gedoe over het milieu dat is begonnen in de jaren zeventig met een rapport van de Club van Rome met als welluidende titel Grenzen aan de groei. En daarin werd geschetst van ja. Als de hele wereld de energieconsumptie overneemt van de westerse mens. dan is er niet genoeg energie. Ja. Maar de hele wereld heeft die energiebehoefte niet. Omdat mensen in het zuiden bijvoorbeeld. die hebben geen verwarming nodig. Dus dat scheelt een hele hoop energie. En de mensen in, uh, die, uh, in het zuiden, die wonen in hele, uh, wat wij noemen, dun bevolkte gebieden. Dus ja, die hebben ook geen steenkool nodig om een, een potje te koken. Want die, uh, die hakken een boom om. Dat kan dan makkelijk. Dat kunnen wij niet doen, hè? Als wij bomen gaan hakken om een potje te koken, ja, dan zijn alle bomen weg binnen no time. Zo komen wij dus aan ons energieverbruik. En er zijn wel dingen op te voeren, zoals, nou noem eens wat: airconditioners. Uh, ongelooflijke koelkasten. Hele grote auto's van die benzineslurpers. Ja, er zijn wel dingen waarvan je denkt, van, nou kan het niet een beetje minder. Hè? Maar dat gaat vanzelf. Eerst moet die, uh, ja, die olie maar eens op zijn. Dan gaat er wel wat veranderen. Oh, maar dan stort de hele wereld in elkaar. Nee, natuurlijk niet. Hoe kom je daarbij? Ja, de hoeveelheid energie die wij binnenkrijgen van de zon, hè, die komt gratis en voor niets. Die is relatief heel stabiel. Dat geust hem een tijdje door. Als de zon ermee ophoudt, ja, is het leven hier voorbij. Punt. En zolang de zon nog schijnt, krijgen wij heel wat kilojoules naar binnen. En een kilojoule of een joule is een eenheid van energie. Dat is vrij veel, hoor. Wat wij binnenkrijgen aan zonne-energie. Met de hele aarde natuurlijk. En ja, hier en in Scandinavië en alle andere plekken. Een eind van de Evenaar is dat niet zo hoog. Maar rond de Evenaar wel. Dus als je wat wilt doen met zonne-energie. dan moet je het daar doen. En niet hier. Dat is ook zo, dat was de VVD die was ermee bezig. We gaan overal zonnepanelen neerzetten in Nederland. Dat moet je in Nederland helemaal niet doen. Daarvoor is Nederland te noordelijk, punt één. En punt twee, wij zijn te dicht bevolkt. Zonnepanelen installeren en onderhouden, dat moet je doen in een dun bevolkt gebied. Dus Ga praten met Saoedi-Arabië. Daar zullen ze er niet om staan te springen. Want dan gaat de olieprijs omlaag. Ja, als wij nu zouden gaan beginnen met het winnen van zonne-energie, en dat op een, uh, noem het maar, uh, Duits grondige manier, Duitse groenklikheid, gaan we even zonne-energie oogsten? Daar rond de evenaar? Oh, jongen. Ik heb het al vaker over gehad. Dat, ik zal even die spreadsheet erbij pakken. Ik heb een spreadsheet gemaakt met, waar het ongeveer op neerkomt. En dan heb je het over als je een gebied hebt van. Wat heb ik hier noemen, 100 bij 100 kilometer. Dan krijg je per jaar. Een enorme hoeveelheid kilowattuur. Dat is een 1 met 12 nullen aan een kilowattuur per jaar. Een 1 met 12 nullen. En een 1 met 9 nullen is een miljard dus 8000 miljard kilowattuur per jaar. Dat is een geldjongen. jongen. Over een kilowattuur, dat gaat hier in Nederland over de toonbank voor 22 eurocenten. Dus dan moet je even denken, 8000 kilowattuur. Nee, 8000 miljard kilowattuur per jaar, a 22 eurocent. Nou, wek je die energie op, daar rond de evenaar. En dat moet nog getransporteerd worden. En well, er zijn ook nog wat kosten aan verbonden. En de totale poed die het opbrengt hier in Nederland is een bedrag van, hou je vast... Uh, uh, dus het is 800 een miljard per jaar euro. Werkt dat goed? Een 8 met. Nee, een 8 met 10 nullen. Dus 80 miljard euro per jaar. Nou, dat is een leuk bedrag. De inkomsten van de staat zijn momenteel 300 miljard euro per jaar. Dus. Als, wij, uh, als we dat helemaal zouden uitmelken, dan heb je dus 80... Zeg ik dat nou goed? Nee, het is 800. Nee, het is... Nee, het, is... Nee, het, is... Nee, het is wel degelijk. Dat is een 8 met 10 nullen. Dat is een gedeeld door een miljard. Dat zijn 9 nullen. Er oh, dus 1 nul over. Dus dat is dus 80 miljard euro per jaar. Lever dat op. Moet je 100 bij 100 vierkante kilometer... 100 bij 100... Kilometer, dat is er bij elkaar dan 10.000 vierkante kilometer. Dat is dus de afmeting van een kwart van Nederland. Dit dekt de energiebehoefte van Nederland hoor. Als we dit realiseren, is er niks aan de hand. Kunnen we voorzien in onze eigen energiebehoeften? Maar dan hebben we wel zoveel vierkante kilometer nodig rond de evenaar. En dat is heel voorzichtig ingeschat met een. Dan ga ik uit van een rendement van 1%. Dat is niet hoog. Kijk, dat zou je willen van een politicus. Dat hij zo denkt. Dat doen ze niet. Ze denken dat ze Nederland gaan redden door de veestapel te halveren. Dat is onzin. En dan terug naar die titel van dat rapport van de Club van Rome. En ja, dat is Rome van de Paus. Die club dus. Die titel van het rapport die luidde. Grenzen aan de groei ja welke groei het blanke ras dat groeit helemaal niet dat neemt af alle hele tijd en wij hebben per vrouw momenteel zitten we op 1,3 kind per vrouw nou, dan kan jij gaan uitrekenen met je rekenmachine dat je dan over 25 jaar is er dan een nieuwe generatie klaar. Maar die nieuwe generatie die is maar 1,3 gedeeld door 2. Die is dus maar 65% van nu. Hè? Dus de aanwas van nieuwe kinderen die is minder dan de hoeveelheid die je kwijtraakt aan overleden bejaarden. Dus de blanke ras neemt heel gestaag af. Dat groeit helemaal niet. De enige rassen die groeien, dat zijn de ja, negroïde rassen, de, de Latino's of Mestizo's, hoe noem je die mensen uit Zuid-Amerika. Daar zit groei. En China is heel erg hard gegroeid, maar dat doet het ook niet meer. Daar hadden ze dat één kind per vrouw uh, beleid, en daar zijn ze mee gestopt. Maar er zijn ontzettend veel aziatische mensen en ook heel erg veel Indiaase mensen, by the way. Als je India, de bevolking van India en de bevolking van A van China bij elkaar optelt, zit je aan de... Bij meer dan de helft van de wereldbevolking. Eens even kijken. Oh, bevolking. India. 2019. Heb je 1,4 miljard? En dan. Even onthouden. 1,4 miljard? En dan China? Bevolking China niet langer. Of China niet langer het land met de grootste bevolking. Oké. Okay. Hoeveel mensen wonen er dan? Ja nou, dat is 1,3 miljard um, plus India dus 1,3 plus 1,3 is 2,6 miljard. Nou, dat is bijna de helft. 30% of zo, 40%. Ja, dat zijn grote populaties. En hier in Nederland hebben wij ja, eh, Nederlanders in Nederland. De bevolking van Nederland is 1,17 miljoen. Maar daarvan is hier in Arnhem is een derde niet-Nederlands. Dat vind ik verder niet erg hoor. Die mensen mogen hier ook wonen. Maar het zijn geen Nederlanders. Dus ja, daar zijn wij niet schuldig aan. Dat is niet wat wij gegroeid zijn. Dus de groei van Nederland. Van de Nederlandse bevolking. Er is helemaal geen groei. Er is een afname geweest. Sinds dat rapport van de Club van Roma. Want wij hebben maar 1,3 kind per vrouw momenteel. En die trend die is al heel lang. In mijn familie kijkende: mijn moeder heeft twee kinderen. Nou, dat is te weinig. Je moet 2,1 kind per vrouw hebben. Nou, haar zus die heeft twee kinderen. Nou, zelden laken het pak, dat is ook te weinig. En van mijn vaders kant zijn jongste zus heeft twee kinderen. Nou, dat is te weinig. En zijn oudste zus heeft geen kinderen. Dus in die generatie heb je vier vrouwen en in totaal zes kinderen. Dat is 1,5 kind per vrouw. Dat is te weinig. En dat is de generatie van mijn ouders. Als ik kijk naar mijn generatie en mijn familie, uh, mijn zus heeft geen kinderen, dus dat is nul. En dan heb ik nog de jongste zus van mijn vader, die heeft dus twee kinderen, waarvan één meisje, dat is Sanne, die heeft er twee. Dus in mijn generatie uh, heb je het over uh, twee vrouwen en twee kinderen, dat is één kind per vrouw. En er stond laatst op het internet dat het uh, niet nemen van of, uh, een kind minder in het gezin... Hè, dat levert een CO2-besparing op van nou ontzettend veel. Nou, dat doen we al lang. Ja, als wij het aantal Nederlanders hetzelfde zouden willen houden... dan hebben wij 2,1 kind per vrouw nodig. Eh, niet alleen van de brunettes, of alleen de blondines, of alleen de vrouwen met korte rokjes. Nee, alle vrouwen. Ook die vrouwen met een puist. En als er vrouwen tussen zitten die zo graag carrière willen maken, dat is allemaal best. Maar dan moeten die andere vrouwen, die moeten dan dat gat opvullen. En gebeurt dat? Nee, niet. We zitten gemiddeld op 1,3 kind per vrouw. En niet alleen in Nederland, maar ook in België en in Duitsland. En... en de bevolkingsaanwas in Nederland dat is alleen door de immigratie. Maar dat komt omdat ze elders kinderen aan het maken zijn. Ja, Ga daar dan zeggen dat elk kind uh, ja dat het wat minder kan. Hè? Maar niet hier in Nederland. En het plan wat D66 wil eh, om de veestapel te halveren, nou, dat is ongelooflijk schadelijk voor onze economie. Eh, wij zijn een netto exporteur van landbouw en veeteeltproducten. Hm, dan komt dat geld niet meer binnen, hè? Nee. En wat levert ons dat op? Bedrijven die moeten sluiten. Nou, die mensen zullen, die boeren, die zullen uitgekocht moeten worden. Dus dat kost ons alleen maar geld. En wat gaan die boeren dan doen? Wat gaan ze doen? Als ze geen geld meer kunnen verdienen met hun business. En dan er niet aankomen van, nou, dan krijgen ze gratis een uitkering. Ja, maar wie gaat die uitkering dan betalen? Dat kan natuurlijk niet, hè. Dus wat gaan die boeren dan doen? En dan zijn die boerderijen zijn dan weg. En dan maken we daar, want D66 wil dan nog wel iets van wat ze zelf vinden, duurzame landbouw. Dat mag dan wel. Maar wat hebben we daaraan? Is dat zo leuk om dan te kijken naar de koetjes? Wat is, dat, wat is daar positief aan? Door landbouw lijkt mij dat de primaire functie van landbouw is: dat, je, dat het producten oplevert die je kan eten. En we zullen toch moeten eten hier in Nederland, of niet? En Nederland is qua exporteur van landbouw en veeteeltproducten, behoort het tot de top 10 van de landen ter wereld. dus niet per hoofd van de bevolking, nee, van de landen. En wij zijn een heel klein land en enorm dichtbevolkt. Ja, als je het hebt over dichtbevolkte landen, dan heb je zo'n land in de buurt van India. Weet je dat ook weer? Bangladesh. Ooit was dat net zo dichtbevolkt als Nederland. Ik weet niet hoe het nu is, hoor maar... Maar Nederland is heel dichtbevolkt. En voor een dichtbevolkt land zijn wij ongelooflijk netjes. Ja, dan heb je het over het milieu. Een vriend van mij die komt uit Marokko. Die is geboren en opgegroeid in Casablanca. En toen zijn heil komen zoeken in Nederland. Dat ging een tijdje goed. En toen kon hij geen baan meer krijgen. En nu zit hij al heel erg lang in een uitkering. Een aardige kerel, niks mis mee. En ik denk dat je dat verhaal wel vaker tegen zal komen. Zijn Nederlands is echt niet zo best. Maar hij kan zich redden in de supermarkt en op de markt en bij de bakker en ja, bij het gemeentehuis, daar komt hij wel uit. Maar zijn Nederlands is niet zo best. Tegen mij heeft hij meerdere keren gezegd: van ja, als je tegen me spreekt, wil je niet zo snel spreken. Dan volg ik het niet. En niet van die ingewikkelde woorden gebruiken. Hij woont al 30 jaar in Nederland. Die hm. was op vakantie geweest naar zijn geboortestad, Casablanca. En toen hij weer terug was, toen kwam ik hem tegen. Toen zei hij: Oh, ik ben zo blij dat ik terug ben. Want wat had hij meegemaakt? Ja, punt 1, in Casablanca ligt elke dag het vuilnis op straat. Hier in Arnhem heb je dat ook, maar dat is hier alleen maar op ja, dinsdagavond vanaf 9 uur of zo, mag je je vuilnis op straat zetten. En de volgende dag om een uurtje of 10, half 11 is het opgeruimd. Dan is de gemeente langsgekomen. Dus hier heb je, bij mij in de buurt dan, heb je één keer in de week vuilnis op straat. Ja, in Casablanca heb je het elke dag. En daar wordt het niet elke dag opgehaald. Dus dat gaat stinken, jongen. Hij zei: is zo vies. Hij zei, en daar voel je je ook onveilig bij. En hij was ook een keer bijna verdwaald geraakt. De, 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 ja, overal ligt vuilnis. En waar ben je dan? En liep liet hij dus terug van een tante. En hij is erop gegroeid. En een tante terug naar de plek waar hij sliep. En alles zag er hetzelfde uit, want overal lag het vuilnis. Het vuilnis bepaalde het straatbeeld. Maar wat hij het ergste vond, was dat hij... Dat hij, dat hij ...ging die douchen en dan eventjes een terrasje pakken. Hij was op vakantie. Even lekker douchen, dus niet heet daar in Casablanca. En dan ging hij naar een terrasje toe. En uh, nou, een zonnetje en alles. En boe, is het warm zeg. En dan pakte hij zo'n oude cologne tissue doekje. Om even zijn voorhoofd af te nemen. En dan keek hij naar zo'n doekje. En dan zat het helemaal onder uh, het grijs. Terwijl hij daarmee gestreken had over zijn voorhoofd. En een uur daarvoor was hij onder de douche geweest. Maar kortom, je gaat douchen. En een uur later zit je huid onder uh, grijs. Poeder, stof, as, verbrandingsmeuk, roet. Nou, dat geldt niet alleen voor de huid op je voorhoofd. Dat geldt ook voor de huid aan de binnenkant van je longen. Want daar zit ook huid. Ben je niet, daar ben je niet bewust van. Maar je longblaasjes, dat is huid. Daar komt allemaal lucht in van buiten. En al die meuk van buiten die naar binnen komt, die gaat ook je longen in. Ja, een leuk is dat. En dan hier in Nederland... ...is het de brullen met ja... ...en de normen voor fijnstof... ...en het kan niet... ...en het moet omlaag... ...en bla Dan denk ik, ja... ...gaat het lopen roepen in Casablanca... ...mafketel. Marokko is... Nou, even zeggen... ...oppervlakte Marokko. De oppervlakte Nederland is... Uh, 40 Duizend vierkante kilometer. Ongeveer. Oppervlakte Marokko. Dat is tien keer zo groot. Snap je? Waarom wonen die mensen niet daar? Waarom komen ze uit zo'n dun bevolkt gebied? Want wat is dan bevolking Marokko? De bevolking van Marokko is twee keer zoveel als in Nederland. 35 miljoen mensen. Ja, ze wonen twee keer zoveel mensen op tien keer zoveel land. Wat doen ze hier? Nou, die Marokkaanse vriend van mij die zei. Nou, ik ben liever hier. Mijn Casablanca is zo smerig. Ik ben liever in Nederland. Ja, hier heeft hij dat probleem niet. Dat als hij op het terras gaat zitten. Punt 1, hij is natuurlijk niet zo heet. Hij <laughs> raakt niet zo verhit van die zon. Maar los daarvan, je wordt hier niet vies. Nou, Arnhem is een, uh, ja, een stad en daar rij je echt genoeg auto's en uh, diesels en alles. En... Maar als je hier op het terras gaat zitten, word je echt niet vies hoor. Dan heb je geen zwarte huid of grijze huid, of whatever. Als je hier uh, bij het centraal station van Arnhem, ga jij lekker bij uh, een of ander tentje op het terras zitten en dan roet je de auto's voorbij. En dan kan je rustig een paar uur gaan zitten en dan neem je zo'n tissue, zo'n uh, natte uh, billendoekje en dan veeg je over je voorhoofd. Dan kijk je naar dat doekje, dat is gewoon wit. De lucht hier in Arnhem is hartstikke schoon. Oh, de lucht in, uh, in Nederland is de smerigste ter wereld. Ja, dan zijn ze wel vergeten om uh, Casablanca mee te nemen, denk ik. Ah, dag wel. En wij krijgen dit soort verhalen continu over ons heen. He, grenzen aan de groei. Dat hele rapport daar hebben ze in Marokko nog nooit van gehoord. Maar daar groeien ze lekker door. Er is een land, ik weet niet welk land, maar dat had te maken met live aid. In de jaren 80 hadden ze daar hongersnood. Ja, inmiddels is de bevolking daar met een factor 7 toegenomen. En nu dreigt er weer een hongersnood. Kijk. Daar hebben ze last van de grenzen aan de groei. Wat gaat het daar dan vertellen? Nee, dat gaan ze hier vertellen. Terwijl wij helemaal niet groeien. En dan is de vraag: waarom blijft de politiek zo tegen ons doen? Want in de jaren zeventig had je dat rapport van de Club van Rome. En ik kreeg je ergens in eind jaren zeventig, toen ik ging studeren in Wageningen, ik heb milieu gestudeerd, luchtverontreiniging in het bijzonder. Toen kwam je dat met het probleem van de zwaveldioxide. Wat ik toen geloofde. En ik heb er ook op projecten gezeten als student. En wij gingen dat uh, uitknobbelen met hoe dat zat. En. Uh, en de meren in Scandinavië, die zouden allemaal gaan verzuren en dan zou er enorme vissterfte komen. En... Oh, 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 oh. Nou, dat is helemaal niet gebeurd. Dus waar ze het toen over hadden met die zure regen, ja, nou, er was niks aan de hand. Daar kwam ik achter tijdens mijn studie. En ik viel helemaal van mijn stoel toen ik erachter kwam dat zoiets als stikstofdioxide en stikstofmonoxide. Die concentraties van die twee spulletjes die moeten ook niet te hoog zijn, want het is toxisch, het is niet gezond. Maar voor zover die concentratie van die stofjes gassen problematisch is, is dat alleen maar, let wel, goed opletten, binnen ons huis. En niet buiten zijn huis. En dat heeft te maken met uh, ja, dat mensen dus eten koken in huis. Ja, tenzij je elektrisch kookt, dan heb je dat risico niet. Maar, maar als je met gas kookt, ja, tijdens het koken ontstaan stikstofoxide. Dat kan niet anders. Dat hoort erbij. En ik heb dan een gijzer, ook nog hè, voor het warme water. Hij heeft natuurlijk iedereen... En die gijzer die ik nu heb, dus is een hele toestand op. En nou, daar gaat dus de, de, de afgassen, zo heet dat. Die gaan netjes uh, door de pijpen. Hier is zo'n centrale pijp, hebben ze aangelegd. Dat is allemaal heel mooi geregeld. Dat gaat allemaal naar buiten toe. Maar voor die tijd had ik hier een heel klein gijzertje. Ja, die produceert ook stikstofoxide. Maar die hebben ze dan weggehaald. En aan de andere kant. Als jij, net als ik, want ik heb altijd, elke dag, elk uur van de dag, heb ik een, twee raampjes open. Een raampje bij mijn keuken aan de ene kant van de woning en een raampje bij mijn woonkamer aan de andere kant van de woning. Dus bij mij is er altijd sprake van tocht. Klein beetje. En dat regel ik dan door die, die raampjes. Uh, ja, dat dus snap je wel, die, die kan je een beetje dicht doen, een beetje open doen. Ik hou dat in de gaten, maar nooit dat ze dicht gaan. Helemaal nooit. Waarom? Zeker toen ik nog rookte, en dan ben ik ermee gestopt, maar ook toen ik nog rookte, we altijd ventileren. En als je dat doet, is er niks aan de hand met je binnenlucht. Ook nog een keer. Want er komt de buitenlucht naar binnen. En de buitenlucht is in Nederland niet zo vies dat je daar problemen van gaat krijgen. Het is niet zo. Niet zo vies als in Casablanca, in elk geval. En ik kan me voorstellen dat in bepaalde gebieden in het westen dat het daar misschien wat anders gesteld is en dat op bepaalde dagen in de zomer als je bijna geen turbulentie hebt, dus er waait helemaal geen wind en wel al het verkeer dendert er langs en dat, ja, dat dan concentraties wel hoog kunnen worden. Maar ja, dan slaat het weer weer om en dan krijg je weer een uh, depressie bij de was de Azoren of zo en. Heb je dat standaard Nederlandse weer en dan krijg je weer Zuidwestenwind. Ja, en dan waait alles zo weg, man. Heb je er helemaal geen last meer van. En toch blijven ze maar komen. Hè. Dus naar die stikstofdioxide. Was het. Oh, dat had ik uit. Dat, had ik... dat was wel grappig om te vertellen. Ik werkte toen als stagiaire bij de KEMA. Dat moest, hè? dat hoorde bij je studie. En ik moest uitzoeken waar de enorme hoge concentraties zwaveldioxide. die dan 2% van de tijd voorkomen. zeven dagen per jaar is het dan extreem hoog. per definitie. omdat het maar zeven dagen per jaar is, is dat een extreme. En waar komt die SO2 vandaan? Want de Tweede Kamer was toen van plan om de Amer-centrale... een belangrijke elektriciteitscentrale voor Brabant. om die te gaan sluiten. Als die norm overschreden werd. Zeven dagen per jaar. Nou, ik heb dat uitgezocht. Nou, die Rosso, die kwam helemaal niet van de Amersentrale, Die kwam uit het Roergebied. En waar heb je het over? Ja, dan ben je zeven dagen per jaar ben in het bokje. Nou, en? Wat maakt nou uit? Het zijn zeven dagen per jaar waarin je niet buiten moet gaan sporten... als je echt heel voorzichtig wil zijn... Dan nou moet je dat niet doen. Het is geen sportdag. Dus als het heerlijk zomers weer is, wat heeft dat mee te maken? Dus er is bijna geen wind en een strak blauwe lucht en allemaal dat soort dingen. Snikke, heet. En dan gaan we niet buiten sporten. Want de lucht, ja, het ziet er wel, uh, SO2 is onzichtbaar. Dat kan je niet zien, je kan het ook niet ruiken. En het lijkt dan zo lekker weer, maar punt 1, het is veel te heet om te gaan sporten. Je kan veel beter tegen de kinderen zeggen, ga maar lekker niets nutten. En, en, ja. Ja. Want de SO2-concentratie is nogal hoog. En doe je dat zeven dagen per jaar, Nou en. in. En dan gaat het weer waaien en dan komt die zuidwestenwind weer en dan hebben wij helemaal geen last van het roergebied. Klaar. En daar is niets in veranderd. Na nou, SO2 was eerst het probleem. Toen kwamen ze met het fenomeen het gat in de ozonlaag. Oh, tussendoor heb je nog even stikstofoxide gehad. Heb ik ook nog meegemaakt. Dat kreeg toen geen uh, voet aan de grond. Toen, in de jaren tachtig. Nou, toen kwam dat gat in de ozonlaag. Iedereen, oh, wow, wat erg. Allemaal dingetjes in de krant. En dan zag je dan het gat in de ozonlaag. Dat werd groter en groter. En mensen kregen huidkanker. En oh, wat erg. Hoor je ook niks meer van. Met, toen moesten we ineens allemaal de koelkasten moesten vervangen worden. Want je mocht niet langer werken met freon. Dus in een koelkast zit een drijfgas of zo heet dat. En dat zijn verbindingen met koolstof, chloor en fluor. Dat is weer En die zouden dan, als zo'n koelkast dan gedumpt werd, dan komt dat spul komt vrij en dat zou dan in de atmosfeer komen en vervolgens zou de ozonlaag kapot gaan. Daar hoor je niks meer van. Nou, en toen kwam het verhaal over de koolstofdioxide. En nu hebben ze weer het verhaal van stal gehaald met stikstofoxide. Iets waarvan we in de jaren tachtig, toen ik dan nog studeerde in Wageningen... hadden geconcludeerd van ja, er is niet veel aan de hand. En rondom intensieve veehouderijen... Uh, merkte je wel aan de vegetatie rondom die boerderijen, vooral als die boerderijen stonden in een, in een gebied met bomen. Ja, uh, die bomen hadden daar last van. Of last van de, die. Ja die bomen gingen niet dood, maar uh, die... Ja, je kon er zien dat ze echt een enorme stikstofoxide emissie hadden die die stammetjes van die bomen, die verkleurden aan de kant waar de intensieve veehouderij stond. Maar dan heb je het over een straal van 500 meter rondom zo'n boerderij, een kippenboerderij of zo. En heb je geen bos, ja, dan heb je nergens last van, want dan waait de wind. Dus als je in Groningen een kippenboerderij hebt, dan hoef je niet bang te zijn dat je gras eromheen dat het bruin wordt Hoor. In Groningen waait het namelijk altijd. Zo goed als altijd. Dus dan die stikstofoxide die waaien weg. En er is niks meer aan de hand. En het worden vanzelf nitraten en nitrieten. En dat komt weer in het milieu. En planten vinden stikstof in de regel heerlijk. Het gaat alleen om de dosering. Dus er is niks aan de hand met stikstofoxide in de atmosfeer. Het gaat om de concentratie stikstofoxide. En niet te hoog. En een plant heeft net als met CO2 wel een voldoende hoeveelheid stikstofoxide nodig. Op wat voor manier dan ook. Of je dan in nitraat in de grond zit. Of dat het uit de atmosfeer wordt gehaald. Of... Ja, maar een plant heeft stikstof nodig. En niet het atomere stikstof wat in de atmosfeer zit. Maar die geoxideerde vorm. Nou, punt, zo weer zit het. En onze politiek die loopt ons maar uh, ja, de oren van het hoofd te kletsen met allerlei alarmerende verhalen. En het gros van het volk, daar heb ik het echt over, 99,99% ,99 die, uh, die vindt het allemaal wel best. En die denkt ook nog dat het zin heeft. En, ja, nou, de regering is wel goed bezig hoor. Nee, hey, de regering is helemaal niet goed bezig. De regering is bezig om de economie kapot te maken. Dat zijn ze aan het doen. En iets anders niet. Punt. En als jij denkt dat ik niet de waarheid spreek, ja, controleer mijn uitspraken. Wat is nou bijvoorbeeld het, de concentratie stikstofoxide in de atmosfeer? Wanneer heb je daar nou echt last van? En wat is de concentratie stikstofoxide in de atmosfeer? En wat zou het schelen als we de veestapel met de helft verminderen? Wat levert dat op? Behalve een enorme economische schade. En dan heeft D66 ook nog de vrolijke opmerking. Van ja, nou, maar dan nemen andere landen. die nemen dan uh, die veeteelt en die landbouwproductie uh, maar over. En ja, dan wordt die stikstofoxide geproduceerd in andere landen. En wat schiet de wereld daarmee op? Huh? Dan stoppen wij dus hier met, uh, met onze exportindustrie. En uh, dan, dan zou je nog zien dat D66 dan vindt dat wij het verschuldigd zijn aan de Turken... om die Turken allemaal te gaan vertellen hoe ze het moeten doen. Moeten wij gratis die Turken op gaan leiden. Zodat ze onze industrie over kunnen nemen. Dat is dan niet meer van onzin. We kunnen het zelf toch heel erg goed, nou laat ons dat dan doen. En kort samengevat, dat gezeur over het milieu dat is begonnen in de jaren zeventig met het rapport van de Club van Rome. Dat kwam van de Paus. Van de club die ieder jaar, of ieder jaar, maar die eens in de zoveel tijd een nieuwe paus heeft. Die club iets zo belangrijk vindt dat er een plaatsvervanger van Jezus Christus aangewezen wordt via een heel geheim recept, zodat je helemaal zeker weet dat het de plaatsvervanger is van Jezus Christus. Die club bedoel ik. De pauselijke club. Die kwam daarmee. En dat gaat maar door. En D66 die doet lekker mee. En GroenLinks doet lekker mee. En de P van de A doet lekker mee. Het gaat al zover dat D66 dus heeft gezegd dat als wij niet de veestapel gaan halveren. dan krijgen wij voor straf geen, uh, geen woningen erbij. Terwijl de immigratie gewoon door blijft gaan. Ja, hoe moeten we dan gaan wonen met z'n allen? Twee gezinnen in één woning. Nou, dat is heel erg wat ze doen. Wij zouden ons daar heel erg druk over moeten maken. Maar dat doen we niet. Het is merkwaardig dat we dat niet doen. Dat vind ik echt heel vreemd. Dat vind ik bizar. Dat vind ik het. En ik had niet verwacht dat onze regering zo zou liegen. Niet toen ik milieu ging studeren. Want ik dacht dat er toen echt wat aan de hand was met dat met milieu. Maar dat is het dus niet. De zeespiegel bijvoorbeeld, die stijgt helemaal niet. Ja, die stijgt, die stijgt 1,7 millimeter per jaar. Maar dat zijn geen uh, uh, millimeters waar je je druk over moet maken... Dat, dat kunnen we makkelijk aan. En dat is al. En dan willen ze zeggen: ja, het stijgt 1,7 mm per jaar. Maar de komende jaren gaat dat veel sneller. En dan gaat het naar 20, 30, 40 centimeter per jaar hoor. Daar zijn geen aanwijzingen voor. Het is al heel erg lang. 1,7 mm per jaar. Het ijs van de Kilimanjaro. Die grote berg, uh, die had dus een enorme uh, muts van ijs erbovenop, met allemaal gletsjers. Ja, het Begin van de 20 e eeuw, toen de industriële revolutie nog helemaal niet zo erg speelde, hè, nou, toen begon die ijsmassa van die berg te dalen. Waarschijnlijk begon Groenland toen al te smelten. Ja, en dat merken wij dan kennelijk aan 1,7 millimeter per jaar dat de zeespiegel stijgt. Ja, maar zodadelijk is de Kilimanjaro helemaal klaar met smelten, dat ijs dan. En Groenland is helemaal klaar met smelten. Ja, waar moet, moet, moet het water dan vandaan komen? Van de maan? Ja, dan stopt waarschijnlijk de zeespiegel met, de zeespiegel met stijgen. Ja. Hebben we hebben het weer gehad. En dan Al Gore, die man met zijn Inconvenient Truth, de onhandige, vervelende waarheid, die loopt dan verhalen op te hangen van, ja, Amersfoort komt aan zee. En dat komt helemaal niet, dat gaat helemaal niet gebeuren. Dat zal nog heel erg, ja, nou, dat is Zandvoort aan zee. En sinds dat wij, nou, sinds het begin van het 20e eeuw is de zeespiegel dus bij Zandvoort Gestegen met 17 centimeter. Nou, die mensen uit Zandvoort hebben daar helemaal geen last van gehad. In al die jaren niet. En als het de komende tijd weer met 17 centimeter stijgt, dan zullen ze er wederom helemaal geen last van hebben. Maar het maakt De Almeren of de Noordoostpolder, die ligt 5 meter onder de zeespiegel. Moeten die mensen zich druk gaan maken? Nee, waarom? Kom je erbij? Moet de afsluitdijk verhoogd worden? Nee, hoe kom je erbij? Dat wordt allemaal prima in de gaten gehouden. En dan zie ik ook berichten in de krant dat er ergens in Afrika. daar was een oorlog uitgebroken tegen, ja, tussen twee stammen. En die oorlog die was dan veroorzaakt door het Westen, namelijk wij uh, hadden de klimaatverandering veroorzaakt en daardoor kregen die mensen oorlog. Dus al die dode Afrikaanse mensen, dat was onze schuld. Hadden wij maar moeten stoppen met het krijgen van kinderen, wat we al lang deden. Het is uh, heel erg gemeen wat ze ons aandoen. Ze hebben de Oorlog verklaart aan ons. En ze willen ons bestrijden. En wij vinden dat niet erg. Dus ik vind het verbijsterend dat onze overheid de oorlog heeft verklaard aan haar eigen volk. En ik vind het zo mogelijk nog verbijsterender dat wij dat helemaal niet erg vinden. Nou, misschien heb ik dit dan uh, te hard ingezet. Ik je nou denk van nou, Peri, als je het zo zwart-wit ziet, nou, dan geloof ik je echt niet meer. Dat zou jammer zijn. Maar aan de andere kant, ik zie niet die grote Nederlandse mensenmassa van ideeën veranderen tussen nu en de tijd die wij nog hebben. Want D 66 krijgt ze zin. En onze landbouw en veeteelt wat toch al helemaal is ja, het gaat verder verminderd worden. En wij gaan straks heel raar staan kijken. Heel raar staan kijken. De trend die je nu ziet in een stad als Arnhem is dat de middenstand, ja, dat zijn nagelstudio's en kappers en de groenteman is verdwenen, de slagerijen die er waren, die zijn pleiten, de viswinkels die er waren, die hebben opgedoekt, er is een eentje over. De markt, dat is nog 40%, 35% van wat het was. En wat heb je nog overgehouden? Ja, supermarkten en die zijn gemoderniseerd. En die prijzen in de supermarkten die liegen er niet om. En de groente is allemaal verpakt in plastic. Of het zit in een pot. Of een blik. Je toekomst komt eraan, jongen. Ja, maar ik koop altijd de eco bij de eco-winkel. Ja, ja. Ooit gekeken naar die prijzen? Dat wordt moeilijk, hoor. Ja, vind je het gek? Als je je landbouw en je veeteelt de nek om gaat draaien. Wat denk je dat er met de prijzen gaat gebeuren? Snap je? En dit is al heel erg lang aan de hand. Sinds de jaren zeventig zijn ze daarmee bezig. Landbouwersje pesta. Dus ik hoop dat er vanuit de jeugd dan maar besef komt dat hier iets moet veranderen. En dat wij die rare uitspraken van een partij zoals D66 niet moeten pikken. En de P van de A, die toetert vrolijk mee. En GroenLinks ook. Wij moeten dat niet pikken. Snap je? Goed zo. Goed begrepen, hè? <laughs> en dan zeg ik tegen jullie op z'n hamburgs. Tschüss. En denk om het milieu.